Beste Joke, ik trakteer je op taartjes na het afschaffen van de autokaartjes. In 2 dagen tijd ontving minister Schouwvliegen 14.000 kaartjes van mensen die zulke kaartjes willen afgeschaft zien. Autokaartjes van mensen die de auto willen opkopen. En bij ons, Rob Beenders van SBA in de studio. Ja, iedereen ergert er zich blauw aan, maar kan het ook afgeschaft worden, verboden worden? Ja, het was wel opvallend dat de minister eigenlijk ook direct zei, ja, dit irriteert mij ook. En dat vond ik misschien wel het meest frappante antwoord van haar in de commissie, want je bent minister, het is iets dat je zelf ook irriteert, waar je 14.000 e-mails voor krijgt. En eigenlijk was haar antwoord een beetje zwak, want ze zei dan van, ja, ik kan eigenlijk niet zo heel veel doen. U was niet tevreden. Nee, ik had wel verwacht dat we dit debat iets meer oplossingen zouden krijgen. Want 1,5 jaar geleden is eigenlijk exact dezelfde vraag gesteld. En toen heeft ze de analyse gemaakt om uit te zoeken hoe ze het kon verbieden. En we zijn nu 1,5 jaar verder en het antwoord was redelijk bedroevend. Ze wacht kennelijk op Wallonië, maar daar komt er ook geen schot in de zaak, begrijp ik. Daar is nog steeds geen verbod. Ja, het straffe is dat ze natuurlijk nu wacht op Wallonië, terwijl Vlaanderen toch altijd zegt dat ze het zelf beter kunnen. Dus als ik de minister was, dan zou ik toch andere initiatieven genomen hebben om ervoor te zorgen dat dit verbod al zou ingevoerd zijn. Zoals wat? Welke initiatieven? De Vlaamse overheid kan perfect in overleg met de steden en gemeenten samen een initiatief ontwikkelen om het lokale bestuur bijvoorbeeld mee in te schakelen om dit verbod te realiseren. En als minister kan je daar de regisseur van zijn. Maar tot op vandaag heeft ze ook dat nog niet gedaan. U bent raadslid in Hasselt. Klopt. Is daar al een verbod ingevoerd? Ja, daar is een verbod ingevoerd. Ik heb dat ook al destijds in het debat ingebracht. Van kijk, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Als lokaal bestuur kan je via de gemeenteraad een flyerverbod invoeren, waarbij je eigenlijk tegen iedereen zegt dat flyeren niet meer mag. Maar mocht er op een of andere reden een goed argument zijn om het wel toe te laten, dan kan je dat met een goedkeuring van het Schepencollege. En dan heb je ook de controle in de hand. Ja, maar pleit u voor een verbod op de autokaartjes of een algemeen flyerverbod? Want de minister zei wel duidelijk, ja, giroverenigingen of sportverenigingen, die mogen niet geviseerd worden. Die mogen eigenlijk nog de kans hebben om te blijven flyeren. Maar ik denk dat we ook dat debat moeten durven voeren. Want de zwerfvuilproblematiek die vandaag toch hoog op de agenda staat van bijna elke Vlaming, is een problematiek die ook wordt gecreëerd door bijvoorbeeld flyeren. En ik heb er persoonlijk wel een probleem mee als bijvoorbeeld de reclamebladen in de brievenbus worden gestoken en je ziet dan op die dag heel veel van die reclamebladen door de straat waaien. Ja, dat is vuil, dat is vies, mensen zijn daar kwaad van. Dus ik denk dat een flyerverbod voor iedereen geen slechte reden is. Waarom? Omdat ik ook heel veel scouts en verenigingen zie die gewoon op een heel andere manier proberen te werven. Bijvoorbeeld via sociale media, via hun leden. Ik krijg dikwijls scouts aan de deur die wafels verkopen. Dus ik denk dat er heel andere manieren zijn dan te werken met vervuilende papiertjes of plastiekjes. Ik denk dat dat niet iets is wat de toekomst bepaalt. Ja, maar zolang het bestaat moet je dan niet mensen responsabiliseren en zeggen, ja, als je een autokaartje onder je ruit vindt, moet je het meepakken en thuis in de vuilbak gooien, niet zomaar op straat gooien. Ja, ik denk dat dat al heel goed zou zijn mochten mensen zelf het vuil opruimen, maar we weten dat we natuurlijk niet in Disneyland leven waarin dat allemaal vanzelf gebeurt. We moeten zorgen dat degene die kaartjes achter de ruitenwisser steekt, ermee stopt. Want die autokaartjes, dat is niet zozeer een manier om publiciteit te maken om je auto te verkopen. Het zorgt ervoor dat mensen voelen aan je wagen of die op slot is of niet. De politie zegt zelf, dat is eigenlijk een loesje manier van diefstal. Om diefstal te plegen. En ik denk dat dat nog veel belangrijker is in deze discussie. Dat we moeten zorgen dat we daarmee ook de diefstal van wagens kunnen tegengaan. Maar de tijd is voorbij om met kaartjes achteruit de wissers communicatie en publiciteit te voeren. Oké, in Wallonië maken ze dus de denkoefening, dat zeiden we daar net al. Daar denkt men aan boetes van 50.000 tot 100.000 euro en zelfs aan een gevangenisstraf. Hoe ver wil u gaan? Maar ik denk dat we in de eerste plaats dit verhaal op de agenda moeten zetten en dat de lokale besturen mee moeten helpen om dit verbod te realiseren. En ja, als iemand echt frequent misbruik maakt van deze manier van communicatie, dan moet er gewoon hard opgetreden worden. Allee, mensen ergeren zich echt aan zwerfvuil. En je moet maar in een straat wonen waar er elke dag van die kaartjes in de goot liggen. Dat is irritant, dat geeft een vies gevoel, we moeten dat vermijden. Oké, maar aan welke boetes denkt u?
Ik denk dat kan u daar een groot orde op plakken? Maar ik denk dat het, om daar nu een bedrag op te plakken, ik denk dat dat niet aan mij is. Ik denk dat er rechtspraak is dat daar moet over gaan. Maar ik denk dat de handhaving gewoon cruciaal is. Ik denk dat we moeten zorgen dat bijvoorbeeld gasambtenaren, gemeenschapswachten, politie, dat die een extra oog in het zeil houden. Dat mensen die dit doen aangesproken worden en kunnen aangepakt worden. In Hasselt mag het dus niet meer. Hoeveel staat er daarop? Hoeveel moeten mensen betalen? Oh, ik ken de exacte bedragen niet van buiten, maar het wordt heel goed nageleefd. In het begin was het moeilijk. Toen het flyerverbod kwam, toen kwam er best wel wat protest. Maar nu zie je dat het eigenlijk heel makkelijk is, omdat nu dergelijke toestanden ook gewoon niet meer gebeuren. En als het gebeurt, heb je ook een reden om te bellen naar bijvoorbeeld de politie. En dan houden ze een oog in het zeil in een bepaalde wijk of een bepaalde straat. En dan worden mensen als dit aangesproken en dan worden die opgevolgd. Ja, u wil er echt een strijdpunt van maken, hè? Maar waarom? Want het is natuurlijk een mediageniek onderwerp. In het Kielzog had u een cameraploeg mee van het VTM-programma Make Belgium Great Again. Ja, er zijn 14.000 Vlamingen die gereageerd hebben op een oproep via de media om minister Schouwvliegen te vragen om hier een verbod voor in te voeren. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden waarom we deze vraag stellen. Vanuit SPA zijn we al maanden debatten aan het voeren om bijvoorbeeld statiegeld in te voeren, om het zwerfvuil echt aan te pakken aan de basis. En we zien dat deze regering zegt dat ze ambitieus is om zwerfvuil aan te pakken, maar we zien in de daden dat ze dat niet zo zijn, want statiegeld is op de lange baan geschoven. En als ik nu het antwoord van de minister hoor over een simpel iets te verbieden, kan het blijkbaar ook niet. Dus ik denk dat dit eerder past in onze strategie om echt een aanpak rond zwerfvuil te creëren. En de minister zal toch een tandje moeten bijsteken. Ja, de minister heeft nog wel wat huiswerk te maken wat u betreft. Absoluut, nog heel veel huiswerk. Oké, goed. Rob Beenders van SPA, dank je wel voor dit gesprek.